Welkom bij Vragen aan de voorzitter. Een kort maandelijks interview met MBA-voorzitter Marco van der Vechten. Elke laatste donderdag van de maand op mba.nl, accountant.nl, YouTube, LinkedIn en Twitter. Marco, goed dat je er weer bent. De tweede uit deze reeks video-interviews. Hoe is de eerste keer bevallen? Ja, erg goed. Ik vond ook heel leuk dat ongeveer 1500 leden de video bekeken hebben. Gebeurt heel vaak via LinkedIn. En dan zie je ook dat LinkedIn een heel krachtig medium is om dergelijke zaken te verspreiden. We staan vandaag ook buiten. Dat is niet alleen omdat het mooi weer is, maar ook omdat we als MBA naar buiten willen komen. Past ook bij de cultuuromslag die we willen maken. Niet alleen als MBA, maar juist met de hele sector. En laten zien waar we voor staan. Kom naar buiten en toon lef en zoek de dialoog op. De vorige keer gaf je aan dat je deze keer wil hebben over de stand van de vernieuwingsagenda. Hoe gaat het daarmee? Ja, de vernieuwingsagenda heeft een groot aantal projecten die daaronder vallen. Als je gaat kijken, maatschappelijke relevantie als een van de thema's. Er zijn er twee dingen actueel. Eén is NOCLAR. Dat gaat over compliance met wet en regelgeving. Van toepassing voor alle accountants. Uitgebreid ook uitgerold door AIB en door de MBA. Dus dat is een project wat echt aandacht behoeft. Dus vandaar ook nog een keer even via deze graag aandacht daarvoor. Het tweede is diversiteit. Binnenkort komt er weer een nieuwe schrijver uit. Gemaakt door de Accountants in Business over diversiteit en inclusie. Wordt ook gecommuniceerd op de Vrouwendag en dan is er ook een mooi congres op de VU in Amsterdam. Een van die thema's is innovatie. We lezen nog wel eens iets over accountech. Wat kun je daarover vertellen? Ja, accountech is voortvarend aan de gang gegaan. Heeft allereerst alle technologie in kaart gebracht die ons als sector gaat raken. Heeft daarna een drietal projecten benoemd waar ze nu mee aan de gang gaan. Dat gaat zowel over het MKB-kantoor van de toekomst, waarbij ook de voorlopers kunnen aangeven wat er nu is overkomen, hoe zij dat uitvoeren en wat ze daarvan kunnen leren. Het tweede gaat over het digitale kantoor voor het MKB. Hoe ziet dat eruit en wat voor volwassenheidsmodel hoort daarbij? En het derde gaat over de controle van de toekomst. Welke technologieën kunnen ons daarbij helpen? Dus ja, hele mooie voortgang wat mij betreft. En ook heel fijn dat elke keer als zij publiceren, dat er weer nieuwe leden zich aanmelden. Een van die thema's uit de vernieuwingsagenda is sterk merk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaat dat over de MBA of gaat het over de sector als geheel? Nou, sterk merk gaat over de sector. Dat gaat dus over alle accountants. Sterk merk is uiteindelijk ook de resultante van de thema's die we in de vernieuwingsagenda benoemd hebben. Ja, dus de vernieuwende kracht, de maatschappelijke relevantie, de kwaliteit. Dat moet uiteindelijk resulteren in een sterk merk. Maar daar kunnen we ook zelf invloed op uitoefenen. Enerzijds als MBA beginnen we met een arbeidsmarktcampagne en een campagne voor het MKB. Ja, dat hebben we ook beloofd, dus daar zijn we mee onder handen. En het tweede, dat gaat ook over ons imago. Ik heb ook eerder gezegd, het slechte imago hebben we voor een deel aan onszelf te danken. Omdat we, denk ik, niet proactief voldoende gecommuniceerd hebben. Niet te veel naar buiten treden, zoals we hier vandaag ook doen. En het is ongelooflijk belangrijk dat we laten zien dat we de dialoog durven opzoeken. En als we met iets komen, bijvoorbeeld de publieke management letters, dat we ook heel krachtig aangeven wat het belang daarvan is. Dus dat kunnen wij als MBA doen. Maar dat kan de individuele accountant als CFO, extern accountant, administrerend accountant, die kan dat ook op dezelfde manier doen. Nog even over dat imago. De laatste tijd was er toch weer redelijk wat negatief nieuws over een aantal kantoren met name. Wat doet dat met je? Hoe ervaar je dat? Ja, dat vind ik altijd erg jammer. Dat raakt me persoonlijk, omdat uiteindelijk ons imago als beroepsgroep daarmee een tik krijgt. Dat doet ook mij wat persoonlijk. Wat ik jammer vind in dit soort gevallen is dat kantoren eigenlijk nou eens de kans krijgen om iets uit te leggen. Er gebeurt wat, er is een incident en het kantoor en de sector krijgt ermee een tik. We hebben daar in die zin ook niet echt een veilige omgeving om eens te onderzoeken wat is hier nu aan de hand en wat kunnen we hiervan leren. En dat wil ik allereerst meegeven. En het tweede is dat het veel onrecht doet aan alle hardwerkende accountants in welke rol dan ook. Die op dit moment gewoon keihard aan het werk zijn op of ze nou interne accountants zijn, externe accountants of account in business. Of een jaarrekening aan het samenstellen zijn. Het zijn hardwerkende mensen die met heel veel integriteit een zo goed mogelijk product proberen af te leveren. Hun als goed is hun rug recht houden hier en der. En dat doet het ook wel, dat doet het teniet. Dus ja, dat, we hebben daar eerder opgeroepen, daar kunnen we veel meer over communiceren zelf. Maar daar hebben we allemaal een rol in, denk ik. Laatste vraag. Deze maand is er voor het eerst overleg geweest van de MBA met de Commissie Toekomst Accountancy Sector, de CTA. Wat kun je daarover zeggen? Ja, het is belangrijk om ook als MBA te begrijpen hoe zij hun mandaat gaan invullen, de Commissie Toekomst Accountancy Sector. We hebben ook gesproken over kwaliteit. Wat is nu eigenlijk kwaliteit? Nou, we hebben daar eerder de perspectieven over gecommuniceerd.
via een green en een white paper. Waarbij we zeggen, je hebt enerzijds de standaarden en de compliance. Anderzijds heb je het dienen van publiek belang. Je hebt ook nog een gecontroleerd object, dus de controlecliënt. En je hebt anderzijds ook nog het team. En die perspectieven komen ook bij elkaar als je over kwaliteit praat. Dus dat was heel fijn om dat met elkaar te kunnen delen. Je merkt ook veel behoefte aan informatie vanuit de commissie over hoe werkt het nu in de sector. En ja, we zijn ook bezig met het ophalen van informatie bij alle kantoren. Om goed te begrijpen wat nou verschillende modellen zijn. Hoe werkt nou zo'n stelsel van kwaliteitsbeheersing? En daar gaan we de CTA het goed mee helpen. En eigenlijk de oproep aan iedereen die werkzaam is in de wettelijke controles. Zij gaan vooral door met veranderen. En blijf slagvaardig aan de gang gaan. En dus? Nee, dus het was een heel fijn gesprek. En ze hebben ook een plan van aanpak gecommuniceerd inmiddels via internet. Dus ik roep ook iedereen op om daar naar te kijken. Dank voor het kijken. Heeft u zelf een vraag aan de MBA-voorzitter? Stuur hem in via vragenaandevoorzitter@mba.nl. Benieuwd of we eind maart ook weer lekker buiten kunnen staan? Tot de volgende keer.